Zo, hier hebben we dan het laatste, onze dessert. Hier onze mousse van wit chocolade met daarbij crémeux van passievrucht. En daaronder een cake van Kumbaba. Gewoon met een brede of een dun paletje natuurlijk. Het gaat altijd breed aan voor de mensen die dat niet gewoon zijn om met zo'n dun paletje te werken. Ja. Voilà. Dat gaan we gewoon in het midden van het bord leggen. Voorzichtig. Voilà. Je kunt dat ook op voorhand doen. Hè. Als je denkt, ik wil mijn mise en place doen voor, en ik wil rustig genieten, dat je gewoon, je kunt dat op voorhand op je bord leggen en gewoon met het bord nog aan tafel moet komen. Sausje in een saus kan ik het doen, altijd gemakkelijk. Dat is makkelijker als een lepel natuurlijk. Hè. Ga je wel even ondermengen, want dat is dus een jus gemaakt van de passievrucht. Heel veel kruiden bij en vanille. En een olie van basilicum. Die zit eronder, dat gaat het gerecht zo wat doen parelen. Het mag rijkelijk zijn. Rondom rond, je dessertje. Voilà. Alsjeblieft, nog eens bedankt om te bestellen en om ons te steunen. Ik hoop dat je ervan geniet.